Simon van Geet, geen gemakkelijke wedstrijd, maar wel leerrijk, denk ik, hè? Ja, maar het was een zeer zware wedstrijd. En zeker met de aanhang van Beerschot was het zeer moeilijk. En de hoge druk en de snelheid van hoe zij ze speelden, het niveau was toch wel zeer hoog. Maar ik denk dat we ons blok goed gezet hebben en dat we toch ons best hebben gedaan. Ja. De twee backs stonden er weer, hè, op links en rechts. Ja, we hadden een goed plan. We hebben er heel de week aan gewerkt, eigenlijk de laatste twee weken, naar deze wedstrijd toegeleefd. En we hebben een plannetje bedacht. We hebben beelden gekeken van Beerschot hoe zij speelden. En we hebben geprobeerd om daar zo goed mogelijk blok tegen neer te zetten. Ja. Jullie komen een beetje ongelukkig op achterstand door een volgens mij goedkope strafschop. Was het er eentje? Ik denk, de voet was zeker redelijk hoog, maar ik denk dat zijn kop ook wel naar beneden gaat. Dus ik vond het eigenlijk geen strafschop, nee. Het was natuurlijk aan de kant van de Beerschot supporters ook, hè? Ja, maar ik denk dat de scheidsrechter daar zeker niet invloed... Allee, dat mag zeker geen invloed hebben aan de beslissing van de scheidsrechter. Jullie komen dan wel op achterstand en dan moeten jullie weer aan de bak. Dat leek zelfs even te lukken tegen dit sterke Beerschot, hè? Ja, we gingen daarna hoog druk zetten. En we betrapten ze ook op een paar foutjes en daar hebben we bijna gebruik van kunnen maken. Maar omdat we hebben toch ook wel veel krachten verspild, dus de laatste bal was meestal zeer moeilijk. Hè. Wat leer je daaruit, uit dit soort wedstrijden? Dat we toch wel vooruitgang boeken tegenover het begin van het seizoen. En dat we toch wel moeten werken aan onze aanvallende kwaliteit. En dat we daar nog een beetje meer variaties in moeten brengen. Volgende week begint de competitie. Ja, ik heb er heel veel zin in. En deze match is een goede test natuurlijk voor de competitie volgende week. En dat is toch wel zeer geslaagd vandaag. Ja. Meteen een korte verplaatsing naar een deel van de ex-ASV Geel-spelers. Ja, we zullen ons uiterste best doen en hopelijk kunnen we 3 punten in naar huis pakken. Zo wil ik het horen. Bedankt, Simon van Geet. Alsjeblieft.